Alessandro Hogendoorn. Ja, ik dacht dat we van die loopband af waren vorig jaar. Maar, want we hebben een glazen huis gebouwd. Maar hij is weer terug. En dat heeft alles te maken met mijn atletiekvereniging in Utrecht, die mij eigenlijk hebben uitgedaagd van ja, wij gaan naar Amersfoort lopen, 20 kilometer. Doe je niet even mee? Ja, dat was Felice, die we net al hebben gesproken. En Felice hangt nu ook aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Hey. Zijn jullie er klaar voor daar in Utrecht? Ja, we hebben er echt... Nou, het was natuurlijk even spannend gisteren, maar we hebben er alles aan gedaan zodat we toch kunnen starten. En de sfeer is in ieder geval heel goed. Oké, heel goed. Wat opschrijf het even met hoeveel zijn jullie? Nou, ik denk dat we met elkaar ongeveer 65 mensen zijn, maar dat is ook vrijwilligers. En de lopers rond de 55. En we starten allemaal in duo's. Hé, zo'n grote groep! Ja joh, en iedereen komt langzaam, dan druppelt iedereen binnen. Oh, want dat we gaan starten. Dus, ja. Joh, ik dacht dit zijn een groepje van 5 mensen of zo, wat ik ook al heel leuk zou vinden. Maar gewoon 65 man, wat te gek. En jullie gaan dus rennen naar Amersfoort. En meer dan €8.000 nu al opgehaald. Wow. Dus dat zorgt denk ik toch voor echt een enorme motivatie om gewoon keihard te gaan rennen. Ja, klopt. Okay. Zeker. Nou, Sander die gaat ook tegelijk met jullie starten. Ik ga nu aftellen en dat betekent dat jullie dan gaan rennen daar, Felice. En Sander ook. En dan zien we jullie hopelijk over een uurtje of twee, denk ik, hè, hier bij het glazen huis. Ja, okay. Ik ga even vandaag aan het lopen zoals we er zin in hebben, hoor. Wat tof, hè? Weet je wel, en dan allemaal gewoon los van elkaar starten. En dan toch met de hele bubs naar Amersfoort. Wat wordt het tempo, Felice? Nou, doe maar lekker 6 minuten, hoor. Oh, lekker 6 minuten per kilometer, Sander. Dat is top. Oh, wat is dat? Oké, hoe ziet dat er ongeveer uit? Wil je het even demonstreren? 6 minuten? Zes minuten per kilometer, dat is... ik zal hem even wat hoger zetten. Even een gezellig loopje, zeg maar. Dat is gewoon een heel gezellig tempootje voor op de zondagochtend. Dat is ongeveer... Ja, dat is toch zeker wel gewoon heel... Het ziet er wel comfortabel uit. Ja, is gewoon, kan ik nog een beetje met jou kletsen, even een pakje drinken. Ja, maar kijk, het is natuurlijk wel zo, Felice. Het is buiten een graad of... Nou, hoe warm zou het zijn? Hoe koud is het buiten? 5 graden of zo, denk ik? 6 graden. Maar eigenlijk is dat echt heerlijk voor hardlopen. En een beetje miezer. Er zit veel zuurstof in de lucht. Dus dat is eigenlijk wel lekker. Voor jullie wel, ja. Maar Sander staat hier gewoon in 29 graden, hè? Ja, maar Sander moet zichzelf nog even bewijzen bij onze club. Dus dat is helemaal goed. Oké, we gaan aftellen. Zijn jullie er klaar voor? Sander en Felice en de rest van het team in Utrecht? Jazeker. Dan gaan we beginnen. 3, 2, 1.